jongens en meisjes, daar zijn we weer. We hebben weer een nieuw pakketje van Razer binnengekregen. En die gaan we natuurlijk weer eventjes openmaken met jullie. Super vet dat we weer een pakketje hebben binnengekregen. Ik mag eigenlijk wel gewoon een lijstje doorsturen met dingetjes die ik vet vind. Maar ze doen er altijd wel random dingen in. Of dingen die ik helemaal niet op het lijstje had gezet. Dus dat is juist super leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in zit. Ik hoop jullie ook. Laat zeker weten, blauw duimpje omhoog achter. En laten we maar snel de unboxing gaan doen. Oh, gek. Daar gaan we dan, jongens. Ik ben echt benieuwd wat er allemaal in zit. Ik zet hem even een beetje aan deze kant. En dan gaan we eens kijken. Ik hoop echt dat er één ding in zit. Die wil ik super graag hebben. Maar daar gaan we vanzelf achter komen. Het eerste wat ik gelijk zie is een nieuwe Razer koptelefoon. Het is geen draadloze. Maar daar heb ik expres voor gekozen. Omdat ik niet altijd een draadloze headset kan hebben door mijn audio interface. En daar werkt het dan niet mee. We gaan zo meteen alles openmaken. Ik zet het gewoon even hier neer. Gooien we deze troep even lekker weg. Nou, het volgende is een super klein pakketje. Oh, dit is geniaal. Dit is geniaal. Ja, ja. Dit zijn ze. Check even. Kattenoortjes. Oh mijn god, deze zijn zo dik. Die kan je op je headset plaatsen. Wat geniaal. Wauw, en het volgende is een nieuwe draadloze muis. En hier ben ik echt super hyped voor. Eindelijk een draadloze muis. Heb ik namelijk nog nooit gehad. En daar heb ik wel echt zin in. Want een draadloze muis is toch wel echt chill. En dan is dat draadje gewoon lekker weg. Dus dit vind ik wel zeker dik. Dit vind ik echt zeker weten dik. Ik ben ook echt benieuwd of deze gewoon net zo fijn is als de Razer muis die ik nu heb. Maar deze is weer echt insane. Heeft ook van die lampjes hier zo aan de zijkant. Heel erg nice. En dan gaan we hier naar de muismat toe. En ik hoopte eigenlijk dat deze erbij zou zitten. En hij zit er dus wel bij. Alleen is het zonder de lampjes. Nu maakt mij dat niet heel veel uit, want ik sluit die toch niet aan. Dus is prima. En als allerlaatste dus dit nieuwe toetsenbord. En waarom nou een nieuw toetsenbord? Want ja, ik heb eigenlijk nog gewoon een goeie. Dat komt omdat ik bij mijn andere setup nu een toetsenbord heb die helemaal oud is. De lettertjes vervagen, de knopjes drukken niet allemaal meer goed in. Dat komt omdat ik met dat toetsenbord niet heel netjes ben geweest. En die heb ik echt ook al heel erg lang. Dus vandaar ook dit nieuwe toetsenbord. Super dik. Dus we kunnen weer echt vol er tegenaan. Wat insane is dit. Nou, ik denk dat het maar tijd is om alles een beetje te gaan aansluiten bij mijn setup. Oké, dames en heren. Het bureau heb ik even leeggemaakt. Voor het grootste deel in ieder geval. Dus nu kunnen we kijken of deze muispad perfect is. We gaan hem even openmaken. Ik zit te kijken, hè. Volgens mij heb ik het zelf verkeerd aangegeven, jongens. De XXL, die ik dus heb, die is eigenlijk nog steeds te klein. Maar de X3XL, die is weer te groot. Zie ik nu. Volgens mij heb ik het verkeerd gemeten de vorige keer. Maar alsnog ligt het er wel clean bij. Maar ik had dus gehoopt dat hij nog ietsjes groter was, zodat ik wat meer ruimte ervoor had. Daar is dan mijn toetsenbord en insane. Hoe mooi is dit te pakken? Dat is echt vet. Echt vet. Oh mijn god, jongens, ik was gewoon vergeten dat dit toetsenbord gewoon draadloos was. Ik wist het helemaal niet. Check. Hier is die. Ik heb het even opgezocht, want ik dacht het uiteindelijk wel. En hier is die dus. Wat nice. Dus deze kunnen we hier neerzetten. Zetten we hem op draadloos. Hoppa. En dan doen we het dingetje erin. En hij werkt. Wat is dit nice. Mooi. Kunnen we de rest weer weghalen. Bumper, die is op dit moment bij de dierenarts. En ja, dat is wel even vervelend, maar volgens mij valt het wel. Oké, dit is toevallig. Letterlijk nu komt Bumper eraan. Nice. Hoe kan dit nou? Ik praat er net over en hij komt nu echt meteen aan met de auto. Kijk eens. Bumper. Hey! Ben je er weer? Ben je er weer? Hallo! Was je lekker bij de dokter? Nou, hij is er weer. Ik ben weer thuis. En?
Hebben ze iets gevonden? Niks? Hebben ze een foto gemaakt nog? Nee. Ah, oké. Nee, want hij moet volgende week natuurlijk weer naar het andere kliniek. Ja. Dus dan zullen ze wel... Gaan kijken. Ja. Oh, oh. Gezondheid. Oh, gezondheid. Oh, gezondheid. Hoe kan het zo grappig zijn als een hond niet? Oh, gezondheid. Nee, heb je een kriebel in je neus? Nog een keer? Nee, is klaar. Nou. 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 Komt die nog? Of niet? Hey, goed zo. Hey. Oké, nou ja, best wel toevallig dus. Hij is net bij de dierenarts geweest, maar die kon dus niks vinden, want hij had een beetje een raar soort hoesje. Dus niet per se dit, maar hij ging een beetje raar ademen. En daar hebben we een filmpje van, dus die zet ik nu eventjes in beeld. We hadden dus gevraagd aan de chirurg die Bumper heeft geopereerd, maar nee, die kon ook niks vinden. En we hebben een nieuwe update over de tumoren van Bumper. En of dat erg is, of het prima gaat, of hoe dat dan, ja, hoe dat in zijn werking gaat. Dus er is in ieder geval een nieuwe update over hoe ernstig de situatie nu nog is. Het is nu namelijk zo, Bumper, die had in eerste instantie, dachten we, twee plekken in zijn lichaam waar iets niet goed mee was. En nu is één plek daarvan is dus helemaal verwijderd en dit was geen tumor, dit was namelijk gewoon een ontsteking. Die hebben ze nu helemaal weggehaald en daar is dus niks meer mee aan de hand, dat is ook niet uitgezaaid of iets daar. Dat is gewoon helemaal voorbij nu. Dus dat is helemaal goed. En de andere, daar weten ze nog niet van of het een kwaadaardige of een goedaardige tumor is. Dat hebben ze dus nog niet kunnen zien. Dus daar wachten we nu nog op. Maar ja, dat is dus een klein beetje goed nieuws. En een klein beetje nog steeds afwachten. En slecht nieuws voor mij, want ik heb weer eens een boete. Oh mijn god jongens, gewoon weer een boete van 70 euro. Ik heb in mijn hele autocarrière nu ongeveer 4 boetes. Ja, 4 boetes heb ik nu gehad. En 3 daarvan zijn gewoon parkeerboetes. Niet eens omdat ik te hard of zoiets rijd, maar gewoon parkeerboetes. Echt zo stom. En ja, die parkeerboetes kosten gewoon 68 euro. Dus nu weer eentje. En dat komt namelijk, als ik bij Isa ben, dan parkeer ik daar wel eens. En daar hebben ze zeg maar, bij hun huis hebben ze een parkeerplek. Maar daar staat ook de moeder van Isa vaak. En af en toe ruilen we dan om. Maar na 9 uur in de avond, dan is het gratis. Dus dan ga ik daar gewoon staan en dan, ja... Denk ik, oh, kom maar goed. En dan de volgende ochtend na 9 uur moet je betalen. En dan vergeet ik dat. En dan, ja, de lul. Dus, ja, ripgeld, weer 70 euro overmaken. Oké, ik heb dit ooit eerder in mijn vlog laten zien. Dit zijn namelijk Pokémon kaarten. Maar ja, ze zijn van Wish. En ik weet helemaal niet ja, of ik er iets mee moet. Maar ja, ik dacht, ik ga misschien eens een pakketje openmaken. Want ik heb het nog nooit geopend, dus ik weet helemaal niet eens hoe het eruit ziet. En het is natuurlijk best wel een hype nu, Pokémon kaarten. En ik heb er vroeger heel veel mee gedaan. Nu heb ik nou niet echt hele zeldzame, want ik was daar nog eigenlijk iets te jong voor. Want ze zoeken natuurlijk echt kaarten van, ja, voor 2000. Al mijn kaarten zijn echt totaal niet zeldzaam. Die zijn allemaal uit 2011, 2012. Dus ja. Maar, oké. We hebben deze geopend nu. En eens even kijken of er wat vets in zit. Ik weet totaal niet of deze kaarten ook überhaupt echt kunnen zijn. Want ze zijn natuurlijk gewoon van Wish. Ze voelen... Ja, ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Tot nu toe... Nog niet echt iets heel zeldzaams, denk ik. Deze ziet er wel dik uit. Maar ik heb nou niet echt het gevoel dat deze kaarten echt echt zijn. Ze komen uit 2020, dus ik ben benieuwd. Misschien hebben jullie er verstand van en kunnen jullie nu zeggen van... Yo, die kaarten zijn echt. Of yo, Quinn, die kaarten zijn totaal niet echt. Want ja, ze zijn natuurlijk wel gewoon van Wish. Is, ik denk niet dat jij heel erg met Pokémon kaarten hebt gespeeld vroeger. Nee, helemaal niet. Maar heb je wel mensen om je heen gehad die dat deden? Of ook vroeger niet? Vroeger niet. Nee? Nou ja... Op de basisschool gewoon. Van. Maar jongens in mijn klas niet echt. Oh, nou, pak er eens eentje. Wij deden dus vroeger altijd, en ik denk dat andere mensen dat ook deden, deden we zo. Ja. En dan moeten we nu zo klappen. En dan moet jij eerst kop of munt zeggen. Dus of deze kant, ja. Of deze. Maar... Dus welke kant wil jij zijn? Kop. Dus met deze. Ja. Dus de plaatjeskant. En dan deden wij zeg maar zo. En dan lieten we los. En nu is er niemand gewonnen. En dan deden we het zo, totdat er iemand allebei de kant had. Oh. Maar jij kent dat dus helemaal nee. niet. Nee, wij deden het dus altijd op deze manier. En degene die dan won, die kreeg de kaart. Mijn broertje heeft wel nu... Maar ik weet niet hoe hij ze, volgens mij wisselt hij ze niet echt met vriendjes of zo. Nee, zij ruilen denk ik alleen echt. Maar zij doen niet zeg maar een soort van gokken om het zo maar nee, te zeggen. Nee, dat denk ik niet. Wij deden ook nog een andere en dat was dit. Dan moesten we hem zo pakken. Ja. Dan deden we wie het vers kon gooien. Wacht, ik doe het even met deze. Want die is cooler. Oké. Deden we altijd zo.
Nou, dat ging niet zo goed. Nee. Nee, maar dan moest je zo ver mogelijk, maar ik weet even niet meer hoe we dat vroeger altijd deden. En wie dan het verst deed, die mocht hem ook houden. En met wie deed je dat dan? Ja, met allemaal van basisschool. Ja, met Daan ook. Als jullie terugdenken aan een basisschool, waar denken jullie dan het meest aan? Wat deden jullie altijd heel veel? Dus met Pokémon kaarten of met knikkers of... Laat het gewoon even weten in de reacties. En dan ben ik wel benieuwd naar jullie antwoorden. Dames en heren, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. En vergeet zeker niet mee te doen met de giveaway die nu op mijn account op Instagram staat. @uberquin. Want je kan allemaal leuke items winnen. En ook wat je aan het begin van de video zag met Razer. Daar zit ook een item van Razer die je kan winnen. Dus ben je nou benieuwd? Ga het zeker checken.